Deze beschouwing die wordt uh, dolkomisch en die gaat over onze voor de gek houderij. Door de eeuwen heen een kort overzicht, uh, een greep uit de grote grabbelton van de dingen waarmee wij voor de gek zijn gehouden en waarmee wij ook nog steeds voor de gek zijn worden gehouden. En ik pakte er maar gewoon een paar uit die me te binnen schieten. Ik heb al uitzendingen gewijd aan valse vlagoperaties. En daarin geef ik een bijna volledige lijst op overzicht van alles wat op militair gebied is uitgevroten. Op manier A dan, hè? waarbij manier B, die dus helemaal niet waar was, uh, ons verteld is. Laten we er eentje uit uh, trekken uit de grote doos. Uh, de, de aanslag van de Japanners op de marinebasis in Pearl Harbor, Parelhaven. Dat is een marinebasis van de Amerikanen in de Stille Oceaan. Ergens halverwege tussen Amerika en Japan. Nou, die is aangevallen door Japan. En de Amerikaanse regering, inclusief de legertop, marine top, nou dan niet iedereen. Maar iedereen die ervan op de hoogte moest zijn, die was van op de hoogte. En wie moest er ervan op de hoogte zijn? Nou, dat waren degenen die erop toe moesten zien dat er niets zou gebeuren. Dat er niemand iets verteld zou worden over de ophanden zijnde aanslag. Aanval. De bedoeling daarvan was: van die operatie, dat het Amerikaanse volk gemotiveerd zou worden om deel te gaan nemen aan een oorlog buiten de eigen landsgrenzen. Aangezien er iets staat in de Amerikaanse grondwet dat een dergelijke actie alleen toegestaan is als het land, Amerika in dit geval, wordt aangevallen, dus er was een aanval op Amerika nodig om te kunnen verantwoorden om volgens de grondwet tot de tegenaanval over te mogen gaan. Want je mocht niet, hoe noem je dat, preemptive dus uit jezelf eenzijdig een oorlog starten volgens de Amerikaanse grondwet. Iets waar ze momenteel, nou, ja, dat doen ze niet zo heel moeilijk meer over. De laatste jaren dan, hè? Irak heeft Amerika nooit aangevallen, dacht ik. Maar ze hebben wel Irak aangevallen. Er zijn er nog wel meer akkefietjes uh, geweest de afgelopen tijd. Oh, Libië. Maar terug naar die aanval op Pearl Harbor in 1941. Ja, daarmee zijn wij voor de gek gehouden. Wij ook. En die Japanse mensen ook. hadden die in de gaten dat ze een oorlog ingesleurd werden... waarbij zij zelf, de Japanners, een behoorlijke rekening zouden gaan betalen. Maar dat wisten de Japanners niet. En wat de Japanners ook niet wisten, was dat er in die haven van Parelhaven... daar lagen de, de oude marineschepen... Al het moderne spul, de Tweede Wereldoorlog, voor zover je het hebt over de marine van Amerika, dat was met name de oorlog met de vliegdekschepen: en waarbij je straaljagers laat opstijgen van een schip en waar ze ook weer kunnen landen. En dat moderne spul, ja, dat, dat was uh, elders. Ja. Dus die boten die uh, zijn gezonken, dat was. Ja, die stonden al op de lijst om uh, naar het scheepskerkhof te gaan. Het was een totaal nutteloze aanval van de Japanners. Die ze kwam te staan op een enorme vijand. En dat hebben ze geweten ook. En om even door te hupsen met hoe we voor de gek zijn gehouden, ons is nooit met zoveel woorden verteld dat Nagasaki en Hiroshima, die twee steden die gebombardeerd zijn op, met die atoombommen, ons is nooit verteld dat het hier ging om uh, christelijke regio's. Regio's die niet van de paus waren. En zonder meer wordt er in de geschiedenisvertelling, de geschiedenislessen op school helemaal geen aandacht besteed aan als er ergens een oorlog heeft plaatsgevonden, hoe dan de partijen zich verhouden, verhielden tot de paus. Ja, de, de paus is, uh, ja, die is erg gebrand op met name de drie partijen die hij niet moet. En die ene partij is van oudsher de Joden, die helemaal niet zitten te wachten op een of andere vent in een jurk uh, met uh, een keppeltje op zijn kop. Die de baas van alle gelovigen is. Dat, dat zegt Joodse mensen. voor zover ze religieus zijn, helemaal niks. En voor zover ze niet religieus zijn. hebben ze er ook helemaal geen zin in. Maar met name de religieuze mensen. onder de Joods overtuigden. die, die moeten er helemaal niks van hebben. Want die hebben de Torah. Die hebben het woord van Mozes. En, ja, en nog wat erbij. Ja, de wet en de profeten. En dat is En die hoeven niet uh, les te krijgen van een vent op pantoffels uit Vaticaanstad. Nou, dat weet de paus. Nou, en de tweede groep waar hij uh, een behoorlijke hekel aan heeft, dat zijn de orthodoxe. Nou, de Russisch-Orthodoxe en Griekse-Orthodoxe, Servisch-Orthodoxe, Europees-Orthodoxe. En dan gaat het met name om de Orthodoxen die nog niet zijn ingelijfd. Want ik heb het sterke vermoeden dat de Russisch-Orthodoxe kerk onder Poetin. En Poetin is een, uh, een, een vazal van de paus. Poetin is een van de vele staatshoofden die regelmatig contact houdt met de paus. Net als Donald Trump. En Poetin heeft vergunning verleend aan nogal wat uh, aan de bouw van nogal wat kerkgebouwen. En dan gaat het om Russisch-Orthodoxe kerken. En ik neem aan dat dat allemaal Russisch-Orthodoxe kerken zijn die aan de leidband lopen van de verordeningen van het Tweede Vaticaans Concilie uit de jaren 60. Uh, uh, ja, dus dan mag je wel anders zijn dan katholiek, maar dan ben je wel uh, een onderafdeling. Dus je mag zeggen dat je onafhankelijk bent, dat je iets anders bent. Maar je valt er wel onder. Ja. Dat je het even weet. En zo ja, die dingen. En de derde groep, die de paus niet mot, dat zijn de bijbelgelovende christenen. De mensen zoals ik. Dus voor mij is de, de Torah. De, de eerste boeken van het oude testament, ja, het hele oude testament, een deel daarvan is de Torah. Nou, ja, dat vind ik geweldig mooi. En dan komt voor mij het nieuwe testament erbij als christen. En ik lees die teksten uh, zelf. Daar heb ik geen pauze bij nodig? Nou, er zijn heel veel mensen zoals ik en allemaal liggen ze niet lekker bij de paus. Ja, En de rest maakt hem niet zoveel uit. Uh, atheisten, dat bleh. Kijk, atheisten die, die hebben geen kerk. Dus die, dat is los zand en dat vindt de paus ook goed. En de pauze is beducht tegen mensen die. En, ja, die dus in groepen zijn. en gelovig zijn. En dan bijbelsgelovig. Dat, dat heeft die, ja, daar is hij beducht voor. Die motten er dan? Ja, en dus terug naar Hiroshima. en Nagasaki. Daar zaten bijbelgelovende christenen. Dus vandaar dat die twee steden de bok waren. En dan is het nog maar de vraag of ze met atoombommen zijn vernietigd. Punt 1. En ook is het nog maar de vraag of ze wel zijn vernietigd met een bom die vanuit een vliegtuig omlaag is gegooid. Of dat het ging om een bom die op de grond stond. Want dat kan net zo goed. En is makkelijker te regelen. dan bom uit een vliegtuig gooien en dan moet die op tijd ontploffen. Ja, alles moet maar goed gaan. Hè? Terwijl als een bom op de grond staat, dan heb je alle tijd. Je hebt ergens een gebouwtje nodig en ja, dan kom je eens een keer met een vrachtwagen langs. en dan rij je wat spullen naar binnen. En ja, achter gesloten deuren knutsel je die bom in elkaar. En als het moment daar is, dan uh, zet je een timer. En je rijdt rustig weg. En was het een atoombom? Ja. Er zijn mensen die zeggen: nee, dat was geen atoombom. Dat had net zo goed een zo- en zo-soort bom kunnen zijn. En daar hebben die mensen gelijk in. Dat had ook wat anders kunnen zijn. In elk geval was het vernietigen van die christelijke regio's iets wat ze niet met zoveel woorden hebben verteld. En daarmee zijn we voor de gek zijn, ge daarmee zijn we voor de gek gehouden. En de Tweede Wereldoorlog als geheel. Kijk Adolf Hitler was geselecteerd. En achter Adolf Hitler zat een organisatie. die er al was. voordat Adolf Hitler in beeld kwam. Ik denk: nou, dat ging wel snel, hè? Zo iemand wordt dan eventjes bondskanselier. en dan: ho, een hele organisatie. Ja, die organisatie was er al. Daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. En ook hier zat de paus erachter. Adolf Hitler was katholiek en hij is niet geëxcommuniceerd, dus hij is niet uit de kerk gezet. En je kan je afvragen wat je dan wel moet doen om geëxcommuniceerd te worden. Als je mag doen wat Adolf Hitler heeft gedaan en je blijft uh, netjes lid van de kerk, dus je wordt er niet uitgezet, dan heb je toch wel een behoorlijk ruimdenkende kerk, denk je niet? Het antwoord is dat Adolf Hitler is helemaal niet geëxcommuniceerd, want hij deed precies wat de paus wilde dat hij zou doen. Want Duitsland moest op de knieën gekregen worden. De Tweede Wereldoorlog wordt ook wel genoemd het derde deel van de Tweede Dertigjarige Oorlog tegen Duitsland. Je hebt de Eerste Dertigjarige Oorlog gehad. Dertigjarige Oorlog gehad? Kijken we die was die? Dertigjarige Oorlog. Dat dus is 1618 en 1648. Dat is 100 jaar na Maarten Luther... 20% van de Duitse bevolking is uh, tijdens die eerste 30-jarige oorlog overleden. Jojo, staat op wiki. staat ook hier ook een wiki, hoor. Het is ooit begonnen tussen. Uh, 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 het is ooit begonnen als een oorlog tussen verschillende protestante staten en katholieke staten. In het Heilige Romeinse Rijk. En dan kan jij gaan nadenken over wie er begonnen is: hè? de protestanten of de katholieken? En wat denk je zelf? En de katholieken natuurlijk. Bij mijn weten is het enige wat protestanten hebben uitgefroten tegen de katholieken. Dat is de, de actie van de Calvinisten. Ja, die hebben etterlijke duizenden Katholieken op de brandstapel doen belanden. Maar het valt niet goed te keuren, dat lijkt me wel uh, duidelijk. Maar dat is ook het enige wat ik weet. En ik heb toch een hele hoop op internet afgespeurd. En... Maar mensen zijn niet zo gewelddadig zoals de katholieke kerk dat wel is. Ook iets waarmee we voor de gek zijn gehouden, dat is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...behalve het feit dus dat Adolf Hitler onder controle stond van de paus... En is dat er in Kroatië een slachtpartij heeft plaatsgevonden. onder Joodse mensen en Servisch-Orthodoxe mensen. in opdracht van de paus. En dan heb je het over 1 miljoen burgers, grofweg. wat er afgeslacht is: Joden en. Ja een groep nummer twee, hè? de orthodoxe Christenen, voor zover die niet onder controle staan van de paus. Ja, dat krijgen wij niet te horen, en niet bij de geschiedenisles. En dat de Tweede Wereldoorlog wordt gezien als de derde fase van de tweede dertigjarige oorlog komt omdat de Eerste Wereldoorlog, daarbij was Duitsland ook de bok. Want Duitsland had niks te maken met die moord op Frans Ferdinand. Maar Duitsland had een pact met Oostenrijk. En Frans Ferdinand was een Oostenrijkse aristocraat. En hij was doodgeschoten, die Frans Ferdinand, door een serf. En Servië had een pact met Rusland en, nou ja, en Frankrijk ook of zo. En om Duitsland, omdat Duitsland een pact had met Oostenrijk, gingen Frankrijk en Rusland en gingen ze Duitsland aanvallen. Dat was de eerste wereldoorlog. En na de Eerste Wereldoorlog kwam er die economische crisis. En die economische crisis was een onderdeel van een handelsembargo oorlog tegen Duitsland. Economische oorlogvoering herdaad. Dus een handelsembargo oproepen, dat geldt als een oorlogsdaad. Zo'n dus een daad van agressie. Dus dan heb je dus de, de eerste, tweede, eerste Wereldoorlog. Dan heb je die Handelseconomische Oorlog. En dan heb je de Tweede Wereldoorlog. En dat waren dus drie stadia van de Tweede Dertigjarige Oorlog tegen Duitsland. Zo moet je het lezen. Zo moet je de geschiedenis lezen. En kijk je nu naar Duitsland. En wat, wat ze nu doen met Duitsland, ja, ze pompen het helemaal vol met buitenlandse mensen. Dat gebeurt in Nederland ook natuurlijk. En dat is ook een vorm van oorlog. De Duitse mensen, ja, die natie, die raakt hun land kwijt. Wij ook, maar de Duitsers ook. En onze kinderen krijgen op school. Je ja, krijgt dit allemaal niet te horen, joh. Op school wordt dan verteld dat Adolf Hitler was een dolgedraaide mafketel. en die wilde Joden gaan vergassen. Op school wordt niet verteld dat. Die concentratiekampen die, uh, moesten natuurlijk wel gebouwd worden en dat kostte geld. En dat veel van dat geld kwam uit Amerika. Onder andere van een bank waar een de grootvader van George Walker Bush, dus die Bush die nu nog in leven is, zijn vader is, 90 geboren en overleden. Maar die, die jongste is nog in leven. Zijn opa die zat in, het, in de raad van bestuur van een bank die de financiering heeft gedaan voor een aantal van die kampen. Dan kan jij je afvragen: maar ja, wat heeft een Amerikaanse bank nou voor een voordeel te halen bij het financieren van zoiets? Nou, dat komt omdat er heel veel geld werd verdiend met die kampen. Er waren werkkampen. Er zijn heel veel Joodse mensen overleden in die kampen. Het was helemaal niet leuk in die kampen. En het is zonder meer schandalig om mensen uit uh, hun eigen huizen weg te halen. Al hun bezittingen in, bezat, in, in beslag te nemen. En, en die mensen zich vervolgens uh, zo goed als dood laten werken voor niks. He, dat is verschrikkelijk. En dat is gebeurd. En daar heeft de familie Bush, onder andere de familie Bush, lekker geld aan verdiend. Dat wordt onze kinderen niet geleerd, joh. Hé, hey, verhalen over graskamers. En er staat op internet een filmpje van een Joodse jonge man, David Stein. Heet hij eigenlijk? Hij heeft zichzelf omgedoopt. David Cole noemt hij zich. C-O-L-E. Hij is geboren als David Stein. Hij is van Joodse afkomst. En hij is naar Auschwitz gegaan met een camera. En hij kwam terug met al dat filmmateriaal en heeft er een documentaire van geknipt. En zijn conclusie was dat de verhalen die hij van de mensen van het kamp Auschwitz, is dus nou een museum, dat die museumbewaarders, die hebben hem dus allerlei verhalen verteld over uh, nou de gaskamers en uh, hoe het allemaal ging en zo, en dat hij zei nee, van die verhalen klopt helemaal niks. Dat is een Joodse jongen die dat zegt. En die dat niet alleen zegt, nee, die ook uh, het filmmateriaal heeft. Hij stelt die vragen, hij laat die mensen rustig antwoord geven. Hij laat die mensen uitspreken. Voor zover nodig vraagt hij om verduidelijking. En die mensen geven zelf toe dat het gebouw wat daar staat op dat terrein... en er staat een bordje op en het heet gaskamer... dat gebouw dat is gebouwd na 1945... En de verantwoording daarvoor is dat de, de SS'ers die die kampen beheerden... dat die uit angst voor de ontdekking van de gruweldaden... Uh, dat die uh, op het laatste, uh, als de wie de weer gaat, al die gaskamers hebben vernietigd. Dusdanig dat er dus ook niks meer van te vinden is. Dat nou, is het best heel knap gedaan. En dat tegen het einde van de oorlog, toen de Russen er al aankwamen. Dat is een behoorlijk uh, onwaarschijnlijk verhaal. En hier in Nederland, als je dat verhaal van de holocaust in twijfel trekt... En ik laat het maar lekker in het midden, hoor. Ik, bedoel, ik vertel je dat David Cole en David Stein... Of David Stein, die zegt dat, hè? Ergens onder deze video kan je een linkje vinden en die verwijst naar een derde van de holocaust. Het staat je vrij om die te bekijken. En dan mag je er zelf over gaan nadenken. Ik denk ook als je nu in Nederland dit soort dingen wereldkundig gaat maken, dat je ja, onnodig leed veroorzaakt. Ik zou het niet doen om die reden. Dus wat uh, bij websites zoals die van Stormfront, waar dan de rechts-rechtse jongens en zo zitten, van die blanke supremacisten. Zo. Ja, dat, dat vind ik dus niks. Ik heb ook het idee dat zoiets als Stormfront dat, dat, mm, gesteund wordt door de paus dat dat wel leuk vindt, zo'n beetje, dat, noemt, dat noemen ze Controlled Opposition. Als het maar niet te erg wordt en als het maar lekker belachelijk is, want wat Stormfront wil, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik weet ook niet precies wat ze nou willen, maar iets met... Uh, uh, blanken zijn beter dan de rest, of zoiets. En Joden deug helemaal niet. Nou, dat, uh... Ja, daar zit ik niet op te wachten. Ik even een aantekening maken. Ik heb een buurvrouw en die heeft een hond. En ze laat die hond de godgansen tijd alleen. En dan schrijf ik even de tijdstippen op dat ik die hond hoor huilen. Want binnenkort krijg ik de wijkagent aan de telefoon. En ik wil niemand voor de gek houden. En ik wil die man dan vertellen: van kijk, dit heb ik de afgelopen dagen bijgehouden. En zo vaak jankt die hond. En wat vind je daar nou zelf van? Maar goed, het ging niet over die hond. Het ging over hoe wij voor de gek zijn gehouden. En het is best ernstig. En ook zo'n ding: uh, in Nederland is onderwijs verplicht. Ik vind dat belachelijk. En er wordt gedaan alsof dat normaal is. Dat het verplicht is. Maar wat vind jij er nou van? Ik vind het niet normaal. Ik vind dat ieder kind. Ik vind dat ieder mens. Die onderwijzen wil, dat die dat moet kunnen krijgen. Op wat voor manier dan ook. Dat vind ik. Ik heb momenteel de wens om Hebreeuws te leren. En nou, ik kan dat dan via Duolingo. Een heel eenvoudig voorbeeldje natuurlijk. En dat vind ik goed. En dat doe ik lekker in mijn eigen tempo. En ik weet al. Hoe, uh, ja, wat het, uh, je hebt appel en je hebt sinaasappel. En we uh, hebben nog persik, die kan ik dan ook. En eten, weet ik. En komen, weet ik. <laughs> en willen, dat weet ik. Dus ik kan zoiets zeggen als. Uh, ik wil een brood. Ani rossa legem. Of leggen. Ik kan een brood bestellen bij de bakker. In Tel Aviv. Ik kan nog niet tellen. Ik <laughs> kan nog niet afrekenen. Maar uh, ik kan wel wapperen met mijn, uh, mijn bankpas. En dan, dan snappen ze denk ik wel in Tel Aviv dat ik wil pinnen. Je zou er wel kunnen pinnen in Tel Aviv. Maar ik kan dus zelf... Hebreeuws leren. Niemand die mij tegenhoudt. Nou, dat gaat in een heel rustig tempootje. Kost mij tien minuten of zo per dag. Vijf minuten per dag. En dat elke dag. Nou, en voor kinderen vind ik dat dat ook moet zijn. Dus als een kind onderwijs wil. Dan moet dat ergens terecht kunnen. En als die ouders niets meewerken aan de wens van het kind dat het onderwijs wil, dan moet dat een reden kunnen zijn dat er ingegrepen wordt door de omgeving. En dat die ouders dan gedeeltelijk uit de ouderlijke macht worden, uit de ouderlijke macht worden ontzet. Zeg je dat dan? gezet en gewoon afgelopen is. Ja, als je kind onderwijs wil, dan dien je als ouder daar de mogelijkheden voor uh, te scheppen. Klaar. En dan niet onbeperkt, maar dat je zegt, nou, dan maak je er een lijstje van, van dat soort dingen, dat, dat mag een kind willen. En ik vind het ook dat het, het vakkenpakket wat op het primaire onderwijs wordt aangeboden, dat vind ik veel te mager. En het rekenonderwijs wat ze krijgen, dat vind ik veel te mager. En ja, mijn dochter kwam thuis. Toen ze op primair onderwijs zat. En dat was in de tijd dat Obama premier was van Amerika. En mijn dochter was helemaal verontwaardigd. Want ze waren met de hele klas naar de klas uitgegaan. Naar het lokaal waar een beamer stond of zo. Of een groot tv-scherm. En dan gingen ze tv kijken met z'n allen. En toen zagen ze een filmpje. En Obama. Barack Obama. Die ving met zijn blote handen een vlieg en de kinderen moesten dan kijken hoe geweldig was hoe geweldig het was dat de Amerikaanse president met zijn blote handen een vlieg kon vangen en mijn dochter dat is een pinter mijn dochter is een pinter en mijn dochter zei van nou wat belachelijk dat je dat uh, meegedeeld krijgt dat je dat dat je daar kennis van moet nemen. Terwijl je het hebt over de president van nou, het machtigste land ter wereld. Nou, vind ik, ik ben het helemaal met mijn dochter eens. Door daarvoor breng je je kind toch niet naar school? En dan leren aan je kind hoeveel 120 gedeeld door 13 is. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Nee, we moeten kijken naar Barack Obama die een vlieg uit de lucht plukt. Met zijn blote handen. Nee, wij worden voor de gek gehouden. Mijn dochter kwam ook een keer van school. Ik haalde haar van school in die dagen. En dan begon ze mij de les te lezen over uh, dat wij niet zoveel uh, haring meer mochten eten. Want anders zouden de zeehondjes doodgaan. En dat was zielig voor de zeehondjes. Ik wil helemaal niet dat mijn kind dat soort dingen te horen krijgt op school. Dat is een onzin. Wij worden daarmee voor de gek gehouden. Dat is mijn punt. En wij hebben moeite om dat toe te geven. Dat is ook een punt. Ja, dus als ik dit dan heb, hè, over dat onderwijs, dan, dan ga jij ongetwijfeld denken, ja, maar pirrie, tot een bepaalde hoogte ben ik het er wel mee eens. Nee, je bent het er helemaal niet mee eens. Dat is wat ik je zeg. Als je goed nadenkt, dan wil je helemaal niet dat onderwijs verplicht is. Op wat voor een manier dan ook. Als een kind geen onderwijs wil, hoeft het niet naar school. Dat is wat ik zeg. Als een kind geen onderwijs wil en je gaat het toch naar school sturen, dan komt er alleen maar ellende van. Dus je moet een kind niet iets laten doen tegen zijn of haar wil in. Een kind gaat naar school uit vrije wil. Want het begint gelijk al bij een kind eh, het idee van: oh, eh, ik moet gewoon elke dag dingen doen. Helemaal niet uit vrije wil, maar gewoon omdat het moet, want het hoort allemaal zo. Kijk, zo begint de indoctrinatie. Daarom moet onderwijs helemaal niet verplicht zijn. En het moet al helemaal niet verplicht zijn als je weet dat ze dus met zoiets als geschiedenis alleen maar Pipo de Clown verhalen vertellen. En niet de waarheid. Dat ze je kind helemaal niet leren rekenen. En wat leren ze dan wel? Mijn dochter die kwam met zo'n kaartje van Europa. En dan moest ze uit haar hoofd leren. waar uh, Bulgarije en dan, uh, Tsjechië en Slowakije. en dan moesten al die landen moesten dan uh, kunnen aanwijzen. en een aangewijzen land, aangewezen land, moesten de namen kunnen zeggen. Moesten wij dat gaan oefenen met ons kind. Ja, je kan je kind net zo goed memory gaan leren. Nee, daar kan ik boos van worden. Memory, kijk dat spelletje. Dat is het enige wat je doet op dat moment. Want die landsgrenzen van Europa. Ja, in, in mijn tijd was Tsjechoslowakije nog één land. En Joegoslavië, dat was ook nog één land. Ja, nu zijn het dan twee verschillende landen. Wat maakt mij dat nou uit? Als ik naar uh, die regio toe moet. dan doe je maps.google.nl en dan kijk je wel even. Het is voldoende om te weten dat. Ja, je weet waar Nederland moet je aan kunnen wijzen. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Denemarken. Nou, dan zijn we toch klaar. Dat Sovia de hoofdstad is van Bulgarije, hoe cares? Als je dat wil weten, dan zoek je dat op. En ik vind het prima dat je aan geheugentraining, geheugentraining training, training doet met kinderen. Ik vind het uitstekend. Maar geef die kinderen een potje, zo'n zo kaartspelletje. Memory heet dat. En dan kijk je wie er het beste is in memory. Dan speel je het spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. Ik ga op vakantie en ik neem mee uh, de Vaatwasser. Ik ga op vakantie en ik neem mee de vaatwasser en de kapstok van mijn oma. Ik ga op vakantie en ik neem mee de vaatwasser, de kapstok van mijn oma en de preuk van tante Gerda. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, dan kijk je maar hoe goed het geheugen is. Door geheugentraining, ik ben er echt voor. Maar dat kan je met een spelletje doen. Dat wil me zeggen, dat is aardrijkskunde. Dat, heeft echt enkele, dat slaat helemaal nergens meer op. En wij sturen onze kinderen trouw naar het onderwijs toe. Dat is belachelijk. En je kan natuurlijk zeggen, maar ja, maar mijn vrouw wil zo graag werken en ik heb zelf ook een drukke baan, en wat moet ik mijn kinderen dan naartoe sturen? Ja, dan heb je inderdaad een probleem. En dan vind je het denk ik fijn dat jij je kind naar school mag sturen. Maar dat hoeft nog steeds niet te zeggen dat het dan verplicht moet. Dan kan je tegen je kind zeggen, ja, mama is... Die willen allemaal lekker werken. En papa heeft een baan en we hebben geen tijd voor jullie. En daarom, ja, wat wil je naartoe? Om je dagen door te brengen. Maar dan mogen die kinderen kiezen waar ze naartoe gebracht willen worden. Ja, dat, dat, dat zoek je dan zelf maar uit. Je kan ook al wat afspreken met de buren. ik weet... Dat, toen ik mijn dochter dus naar school bracht. Hè, dan was er een stel en die hadden dan ook een kind. in de leeftijd van mijn dochter. En die man die had een drukke baan, die had twee banen. En zij had helemaal geen baan. En, ja, en dan bracht zij dan s'morgens haar kind naar dezelfde school. als waar ik mijn kind naartoe bracht. Dus dan zag ik er. En dan liep ik naar huis en ik stapte vervolgens op mijn fiets en ik ging naar mijn werk. En zij ging naar huis en um, ja, ze ging met de billen op de bank zitten. Die deed helemaal niks. En dan denk ik, ja, dan had ik net zo goed mijn kind kunnen dumpen bij haar. En dan leert ze op zo'n dag bij haar net zoveel als op school... En dan kan ze lekker buiten spelen zoveel ze wil. Dat was hem Kijk, Ik heb mijn kind leren lezen. Ik heb mijn kind leren rekenen. Ze heeft ook wel wat op school geleerd, maar echt niet veel hoor. Nou, en als, je dat dan, als, als ik dit dan zo zie als één voorbeeldje... en ik weet nog, zo'n moeder die had, die had een of andere baan Die kan toch ook de kinderen... één, twee dagen in de week kan die kinderen over de vloer hebben. Nou, en als je om kan gaan met je eigen kind... dan kan je ook omgaan met twee of drie kinderen. Dat is toch helemaal geen enkel probleem. Nou, en als je twee à drie kinderen onder je hoede kan hebben... zeg drie kinderen. Jij ja, kan drie kinderen uh, over de vloer hebben. En die worden dan... Uh, dat is eentje van jezelf, zeg... Hè? En dan twee van uh, die mensen die in de buurt wonen. En die kinderen worden gebracht om, zeg eens iets, uh, acht uur. Omdat die ouders naar hun werk moeten. Nou, dan komen we, acht uur, komen die kinderen. Dan kunnen die ouders lekker in de file gaan staan. En uh, dan komen die ouders terug om een uurtje op half zes of zo. En dan worden die kinderen weer opgehaald. En op andere dagen, dan gaan die ouders... Uh, dan, dan draai je de boel om en dan kan jij je kind dumpen bij die ouders... Of er komt iets van uh, financiële uh, tegemoetkoming. Waarom niet? Een kinderdagverblijf kost ook geld. En dan kan je op uh, het NIBUD, uh, het Nederlands Instituut voor de Budgetplanning Toestanden, daar kan je bedragen neerzetten. Van wat je dan rekent voor, uh, noem het maar uh, opvang in de buurt. Wat is nou een reëel bedrag. Voor een oude die twee kinderen van een ander over de vloer heeft. Want ja, je hebt wel extra kosten met limonade en koekjes en al die dingen. Plus het feit, je hebt die kinderen onder je hoede. Er zal maar wat gebeuren. Ben je nog de bok ook? Je bent toch verantwoordelijk en daar mag toch een vergoeding voor zijn. En mensen die dat dus helemaal niet. Je kan je voorstellen dat je een ouderstel hebt. Die dan allebei, uh, nou dat je twee ouderstellen hebt. Die allebei heus wel één à twee dagen in de week voor het kind kunnen zorgen. Nou, als je er daar drie van hebt, die uh, per ouderstel kunnen ze, noem het maar, uh, anderhalf à twee dagen in de week kunnen ze heus wel voor het kind zorgen. En dan kunnen er ook twee op bezoek komen. Nou, als dat zo is, dan is het hele probleem dus opgelost. En dan kunnen ze de ene week, nou ja, dan gaan ze op maandag en dinsdag gaan ze naar, uh, G, uh, naar Gerda. En dan op uh, woensdag tot en met donderdagmiddag zitten ze bij Joke. En dan uh, donderdagmiddag en vrijdag zitten ze bij Hendrik. En de volgende week is het ongeveer hetzelfde, maar dan heeft Hendrik ze twee dagen. Nou, dat is één keertje overleggen en een agenda erbij pakken. En dan weet je dat toch. Handig appje of zo. En als dat in buurten normaal is, dan heb je dus meerdere van die uh, kinderopvanghuizen, wat dus gewoon hele gewone huizen zijn. En dan en heb je ook natuurlijk ouders en die zeggen van kom, ik heb zin om de hele meute mee te nemen naar de dierentuin. En nou, dan gaan die kinderen een hele dag naar de dierentuin. Dat kan toch ook? Nee, die kinderen moeten nou allemaal verplicht naar dat rare onderwijs. Met al die gekke dingen. Dat is, dat, zo worden we voor de gek gehouden. En een andere, de, mijn dochter, die is toch echt niet gek. Maar die had ik er gisteren even op bezoek. En ik was aan het kijken naar een filmpje. Uh, met mijn programmeerdinges. Dus ik ben weer uh, heel erg aan de slag. En ik zit helemaal in toe. Ik ben al bijna klaar hoor. Maar om even. Nou, helemaal up-to-date te raken met de meest moderne visies van de heren der programmeurs. over het opzetten van goede software. En ik wilde een lezing gaan aanluisteren van, de, van Bjarn Stoustrap. Dat is de uitvinder van de programmeertaal die ik gebruik, C. Nou, ik start dan dat filmpje op, komt er eerst een andere snuiter op het podium staan en die houdt een verhaal. Van, ja, we bij elkaar, een bjarren, een die komt erbij. Ik zit alleen maar hier aan, tadaa, waar blijft bjarren? Want ja, zo'n aankondiging interesseert me helemaal niks. Ik wil uh, keiharde input. Ik zit niet wel mijn lol te kijken. Maar ja, het is gratis, ik zie niet de zeuren of zo. Maar dan zet die man achter die kansel, die zegt dan. Ja, en dan wil ik een van de programmeurs, van de jonge mensen. wil ik uitnodigen om de aankondiging te doen van Bjarne Stoustrup. Ik je wat nou? Jij staat toch op het podium om die vent aan te kondigen? Nee, er moet iemand uit de zaal komen. En, en die gaat hem aankondigen. En dan degene uit de zaal die hem aan zou gaan kondigen. die dan van de jongere generatie was, die heette April. Naar die maand van het jaar, April. Toen dacht ik, oh. Een vrouw als programmeur. Wat apart en bijzonder. Want vrouwen kom je niet tegen bij programmeurs. Hè. Dat, dat, dat is een dingetje in het feminisme. En daar moeten ze nog even aan werken. Dat, dat komt heus goed. Dat komt heus goed. Niet gelijk in paniek raken. Maar momenteel is het worden van programmeur niet echt populair onder vrouwen. Dacht ik denk, oh. Een vrouw die het wil. Weet je wat leuk? En er komt inderdaad dus, uh, die persoon, die April, uh, die, die komt op het podium. En ik zie gelijk dat ze een jurk aan heeft. Waarop ik denk, hé hey, wat raar. Want als programmeur moet je heel veel nadenken. Je moet meer nadenken dan dat je moet typen. En nadenken, om maar wat te noemen, gewoon een klein voorbeeldje. Maar nadenken gaat ontzettend goed. Door even achterover te gaan leunen en dan je benen op je bureau te zwaaien. Dan zakt het bloed vanuit je voeten naar je hoofd. En dan kan je eventjes uh, heel goed nadenken. Dus dan blijf je niet de hele tijd zitten, want dan krijg je een rood hoofd. Maar eh, het, het kan even helpen om die benen even omhoog te doen. Voor de bloedstroomdingens, doorstroming. En als je een jurkje aan hebt. Met een leuke panty. En een leuke hakjes en zo. Het ziet er wel leuk uit, maar niet echt praktisch voor een programmeur. Hè? Ik dacht gelijk: van jeetje, waarom heb je geen programmeurskleren aan? Want wat heeft een programmeur aan? Nou, die heeft schoenen die mogen gepoetst zijn, maar telt niet als een pre. En uh, de sokken, uh, die uh, mogen een kleur hebben. Maar niet een felle kleur en ook geen wit. En uh, de voorkeur uit, gaat uit naar uh, uh, grijs, uh, bruin en oker. En als je twijfelt, uh, zwart is altijd goed. Dus dat is de, ja, de beste programmeursokken die zijn zwart nou en dan de broek dat is een spijkerbroek zonder uitzondering uh, geen rare toestanden met uh, reflecterende strepen aan de zijkant want dat leidt alleen maar af en uh, ja je onderbroek dat interesseert helemaal niemand wat ja, neem er eentje die niet knelt of zo want je hebt een zittend beroep en dus niet dat het boeltje daar beneden een beetje hè, gaat knellen dat moet je niet hebben hm. En dan een t-shirt erop en daar overheen een, een sweater. En voor die sweater geldt hetzelfde als voor de sokken. Uh, geen felle kleuren, uh, geen uh, fluoriserende strepen en toestanden. En uh, ja, als je het niet weet, dan kies je voor zwart. En uh, ja, 50 tinten grijs, 50 tinten donkergroen, 50 tinten donkerbruin. Dat is allemaal even prima. En ben je klaar? Een horloge heb je niet nodig, want je, op je computer zit een klok. Dus waar heb je een horloge voor nodig? scheelt weer hè. Oh ja, en die schoenen die je hebt, dat zijn uh, platte schoenen. Belangrijk dat er geen hondenpoep onder je zolen zit. Voor als jij je voeten op je bureau uh, zwengelt om even te gaan nadenken dat niet uh, je overbuurman tegen de hondenpoep aankijkt. Hè? Maar deze meneer uh, April. Die, uh, die had dus uh, hoge hakken aan. Ik zag gelijk dat het de man was. zeg. Gewoon een jongen in een jurk. En mijn dochter was bij mij en zei: ik van, Moet je nou toch eens kijken? En ik zei dus tegen haar: van, uh, ja, Heb ik het wel goed? En ja, je twijfelt toch een beetje aan jezelf, omdat die persoon die liet zich April noemen. En April, dat is een meisjesnaam. En je hebt een jurk aan en panties. En dat doet er echt heel erg vrouwelijk overkomen. En ik zeg: ja, Is dit wel een vrouw? Dit is toch een jongen? En zij zo. Nee, dat is geen jongen. Dit is een vrouw. Ik zeg. Nee hoor, kijk dan naar die schouders. Ja, zei ze. Dat zijn de kenmerken van een man. Zie ja, hij heeft een mannenlichaam. Nee, zei ze. Dat is het lichaam van een vrouw. Ik zeg. Ja, maar als je kijkt onder de jurk. dan hangt daar een penis. Ja, zei ze. Sommige lichamen van vrouwen hebben mannelijke geslachtskenmerken. Dat is serieus, maar de uh, uh. ja, dochter weet inmiddels wel dat dat een issue is die we niet zo 1, 2, 3 gaan oplossen tussen ons tweeën. En, uh, uh. Hebben we hebben nog een meningsverschilletje, maar ik vind het dus totaal belachelijk. Stel, je komt bij iemand hè? en die heeft een nieuw huisdier. En uh, die poept dan in zo'n uh, zo bak met van die korrels. En dat huisdier zit de godganste tijd in de vensterbank. Uh, slaapt ongeveer uh, 16 uur per dag. En het zegt regelmatig. Miauw. Ja. En het heeft van die klauwnageltjes. En, uh, en het vindt het ook leuk om in de gordijnen. Uh, hè? Rup, dan zit hij boven in de gordijnen. En dan zeg je tegen die persoon: Oh, oh wat leuk. Een uh, nieuwe kat. En dat is een persoon zegt: Nee, dit is, uh, dit is mijn hond. Dat jij dan, ja, dan zegt: Ja, maar dat is toch een kattenlichaam? Ja, dat is niet waar. Het is een uh, lichaam van een hond. Met de kenmerken van een kat. Het is er echt hoor, want ja, het, het, is, het is een hond met een lichaam waarvan de kenmerken van de kat zijn, maar het is een hond. En ik heb hem ook genoemd Bello. <laughs> voor de gekkenhouderij is dat. Ik heb er namelijk nou maar een paar uitgelicht. Je hebt het gehad over uh, de Tweede Wereldoorlog, heb ik er even uitgehaald. Met Pearl Harbor en Kroatië en Adolf Hitler. En de rol van de familie Bush bij die concentratiekampen. En, en ik heb het gehad over het onderwijs. Hè, dat wij dan denken dat onze kinderen terecht verplicht daar naartoe moeten, terwijl dat helemaal niet zo is. Het is niet een universele verplichting die je moet hebben, want anders gaat het fout. Punt 1. En punt 2: wat, uh, wat ze de kinderen leren op dat onderwijs, dat is uh, tenenkrommend. Daar gaan ze de kinderen niet leren van hoe het werkelijk zat met de Tweede Wereldoorlog. Ze kijken wel linker uit. Hmm. En een andere natuurlijk, met hoe ze ons voor de gek houden. Dat is nu met die milieutoestanden. Ik heb een artikel geschreven. Op basis van gegevens die ik heb verzameld. En die heb ik weggehaald bij het KNMI. En bij Rijkswaterstaat van Nederland. Met gegevens van het Nederlandse milieu en dan temperatuur en zeespiegel hoogte van de zeespiegel hoogte van de zeespiegel en de jaargemiddelde temperatuur van Nederland en daar is naar gekeken nou en als je dan kijkt naar de afgelopen 100 jaar is dat zo goed als stabiel klaar er is helemaal geen verandering bezig de zeespiegel stijgt iets, maar dan heb je toch een stijging van 1,7 mm per jaar. En dat doet hij al sinds het begin van de 19e eeuw. En wat er nou precies in de hand is, ja. En hij zal nog wel een tijdje door blijven stijgen, want dat doet hij al. Hij stijgt al, dat, dat weten we. Hij stijgt al best lang. Maar dat gaat niet heel hard. Met 1,7 mm per jaar, ja, kom op. En dan moet je ook nog weten dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust. die varieert. binnen een periode van vijf jaar, zeg maar. met iets van 20 centimeter. Dus binnen vijf jaar gaat die 20 centimeter omhoog. en dan weer omlaag. En, en dat uitgemiddeld. dat stijgt met 1,7 millimeter per jaar. Ja, uh, dat betekent dat. Uh, dus de. De uitslag is, kan zeg maar makkelijk, Onze dijken kunnen makkelijk 10 centimeter meer aan dan het gemiddelde is. 10 centimeter. Nou, 10 centimeter gedeeld door 1 millimeter, dat is 100. Nou, 10 centimeter gedeeld door 2 millimeter, dat is 50. Dus voor de komende 50 jaar kunnen wij de zeespiegelstijging makkelijk aan gemiddeld gesproken. Wij zitten voorlopig goed hoor. En rijkswaterstaat die houdt het in de gaten. Mag je aannemen. En de temperatuur ja, die stijgt in Nederland. Die is gestegen met 2 graden ten opzichte van 100 jaar geleden, 120 jaar geleden. En is dat rampzalig? Nee, helemaal niet. En is het echt zo, of is het toeval? Want ook de temperatuur in Nederland jaar gemiddeld varieert heel erg. En ja, het lijkt erop dat die gestegen is, maar. De laatste 20 jaar is er geen stijging. En de komende 20 jaar, ja, wat zal die gaan doen? Het meest aannemelijke is dat die de komende 20 jaar niet gaat stijgen, omdat de laatste 20 jaar er geen stijging was. Want de beste verwachting voor de toekomst is de afgelopen tijd. Dus dat mag je dan verwachten. Nou, dan blijft de temperatuur in Nederland voorlopig hetzelfde. Nou, de zeespiegel, ja, die zal 1,7 mm per jaar blijven stijgen. Maar dat doet hij al heel erg lang. Nou, ja, dat is dus uh, einde van alle klimaatpaniek. En koolstofdioxide, ja, daar zou je je zorgen over moeten gaan maken als dat in de buurt komt van de 10.000 ppm. Maar daar zitten we nog lang niet. We zitten nu op de 400 ppm. En even kijken hoor, dan kijken we dan moet je nullen rekening houden. Dus 10.000, hè? 10, 1, 2, 3, gedeeld door 400 is. Ja, als de CO2-concentratie 25 keer zo hoog wordt. Dan hebben we een probleem. Maar de CO2-concentratie is de afgelopen 50 jaar, ongeveer de afgelopen eeuw, is de concentratie gestegen met een derde. Dus in 100 jaar tijd is er een derde bijgekomen. Ja, en het moet 25 keer zoveel worden, wil er echt een probleem zijn met CO2. Dus we lopen helemaal geen risico met CO2 op zichzelf. Het enige wat je dan kan verzinnen is dat de temperatuur daardoor gaat stijgen, maar daar hebben we ook geen last van. En het andere was dat je door die temperatuurstijging een zeespiegelstijging krijgt, maar daar hebben we ook helemaal geen last van. Dus we worden voor de gek gehouden met het milieu. Punt. Ik vond het een mooie intro over voor de gek houderij? En ik hoop dat ik dit duidelijk heb gemaakt. Dat dit toch drie onderwerpen zijn. Nee, vier dus hè. Die ik zomaar even eruit grijp. En ik heb er nog wel veel meer hoor. Zo kan oplepelen. Je gaat je bijna afvragen. Uh, zijn er überhaupt zaken. waarbij wij eerlijk te horen hebben gekregen. hoe het wel zat? Behalve één plus één is twee. Huh? Nou, en op zijn hamburg. Zeg ik tegen jullie nieuwsgierige mensen: tjus en dag lieverds.